It's lost country because everyone leaving, and everyone leaving because it's lost country. Het platteland van Letland. Na de toetreding tot de Europese Unie, 15 jaar geleden, mochten Letten gaan werken in het rijke West-Europa. Bijna niemand keerde terug. Schotiem, ja, diezgan daudz ir maz palikuši te. Uz Īriju jau pasvarā viss. Anglija, Īrija, un tā kaut kur. Dit bejaardenhuis was ooit een school met 150 leerlingen. Maar alle jonge gezinnen trokken naar het buitenland. Anjars Willens was hier vroeger leraar. Nu is hij directeur van het bejaardenhuis. In de klaslokalen wonen 11 bejaarden. Agrāk te bija klasse. Šeit priekšā bija tāfele. No tāfeles te ir palikušas vēl detaļas pāri. Priekšā nebija ledskaps, bet bija skolotāja galds, skolotājs. Un šeit trijās rindās bija soli. Un kādi 14-15 skolēni mācījās šeit vienā klasē. Es saprotu, bet neatbalstu, jo mēs esam viņos ieguldījuši zināšanas, naudu, resursus, visu. Bet viņi atmaksā ar neko. Viņi vienkārši iet tur, kur ir vieglāk. Un viņiem ir pilnīgi vienalga, kas notiek te, viņa dzimtenē. Letland heeft een van de snelst krimpende bevolkingen van Europa. Een op elke drie jonge mensen woont in het buitenland. Hoe is het? Laat het, laat ik zeggen. Kantoortjes die bemiddelen hebben het druk, zoals GP Recruitment, dat vooral werk regelt in Nederland. Laat het, laat het. Vladislavs en Ruslan werken in de media, maar kunnen niet rondkomen. Ze vertrekken deze maand naar Doetinchem voor werk in de koelcel van een vleesfabriek. 9 euro per uur verdienen ze, dubbel zoveel als in eigen land. I look for something just for start my life in Holland. That, anything like. But after I have a plan to learn the language and work some in social media. It's just this country is poor. You know, this is a really big problem. We spend around 1 hour usually in each interview with person, so more to understand what is their needs, what is their family situation, because it's not just finding the job, it's like changing their lives. Er is sprake van demografische paniek. Hoe meer jonge mensen vertrekken, hoe moeilijker de economie draait. Een speciale afdeling van buitenlandse zaken moet mensen laten remigreren. Maar er is weinig geld en dwingen kunnen ze de migranten niet. A lot of people they are saying yeah, we don't have like any thought about coming back. And actually they are working is the people who want to return back, who want to come back to Latvia and we are just helping to them. De regering probeert positief te blijven en er zijn families teruggekeerd. Maar inmiddels is 15% van de bevolking al weg. You kind of forget about the elephant in the room that this is the demographic catastrophe that is approaching. It's actually not even approaching, it's right here. It's a vicious circle. Young qualified people move abroad. The ones who are left have to support an increasingly old population. So obviously, you know, the things cannot improve that quickly. In het begin vertrokken Letten om meer geld te verdienen. Maar inmiddels ook omdat er voor creatieve of ondernemende jongeren niks meer te beleven valt. Vladislavs heeft zijn contract voor de Nederlandse vleesfabriek getekend. Zijn gezin wil meereizen. Letland heeft voor hen afgedaan. I want to live there where I feel comfortable, that's all. And my children will feel good. And I don't see the future here. We can make in the Latvian territory the big parking. Just an empty country. Yeah, because just I don't know. It's like, yeah, it's lost country because everyone living. And everyone living because it's lost country. It's like, that will be non-stop. Thank you.
Het lijkt zo mooi, die open grenzen. Maar in Letland zien ze de verschillen tussen Oost- en West-Europa alleen maar groter worden. We are becoming a periphery of Europe because the most talented people are leaving. These are also people who are selected in a way as the most active, enthusiastic people who are willing to risk and change something in their lives. So those who remain, they are sometimes not as active as those who emigrated. So again, the emigration within the EU actually contributes to the gap between these countries. Tā kādreiz bija zāle, te notika pasākumi, un no visādiem atlikumiem tika uztaisīts sporta rīks tiem, kas var cilāt. Are you worried? Protams, ļoti stipri esmu norūpējis par to. Tāpēc, ka Latvijai vairs nav ilgi ko vilkt, latviešu nebūs drīz vairs. 200 gadi diez vai sagaidīs latviešu kā tādi.